belang van hoge productie per koe is op het moment heel erg groot. En met name ook door de regelgeving. Je mag niet meer dieren houden. Dus zou je dan meer melk per koe kunnen produceren, dan is dat gewoon van heel groot economisch belang. Topstart heeft heel goed gewerkt hier op ons bedrijf. Want in korte tijd is de BSK gestegen van 48 naar 55. Met daarbij ook nog goede economische resultaten. Ik ben Gerco Brink. Ik heb samen met mevrouw Ellie een melkveebedrijf in de Drentse Zijen. Wij melken hier 90 melkkoeien met een melkrobot. Streven daarbij een hoge melkproductie na. De melkproductie lag het afgelopen jaar op 11.500 liter melk gemiddeld per koe. En de dagproductie ligt op het moment op 38 liter per koe. Ik kan zien dat dit werkt door gewoon elke dag naar mijn koeien te kijken. En dan zie ik gewoon de bloei op die uiers. En ik zie de gezondheid van de dieren. Ja, de gezondheid van de veestapel is gewoon al heel belangrijk. Als onze koeien niet gezond zijn, dan krijg je ook niet zo'n hoge productie. Dat is gewoon heel erg belangrijk. Ja, met de topstartstrategie gebruik ik natuurlijk meer krachtvoer. En in het begin had ik daar wel in mijn twijfels bij. Ik kan dat economisch ook uit. En dat hebben we dus even goed berekend. En het blijkt dus gewoon echt ook uit te kunnen. Dus dat werkt gewoon prima. Nou, het economisch rendement, als je dat bekijkt, het voersaldo lag de laatste periode op 10 cent. En dat is gewoon heel erg goed. Dus daaraan kun je ook zien dat het gewoon echt uit kan. En als je dan de koeien daarbij ziet, dat die het daar ook heel goed op doen, ja, dan is de boer heel erg tevreden. Nou, waaraan ik kan zien dat de topstart hier werkt, dat is als ik elke morgen de stal inloop en ik zie mijn veestapel hier staan. Mooie glans op de koeien. Mooie volle uiers en dan check ik dat op de robot en dan zie ik weer wat de dagelijkse productie is geweest. En als dan de RMO komt en je ziet ook nog wat er aan melk afgeleverd is, dan denk ik echt van yes,